Op maandag 14 november organiseerde de dorpsraad in Mil een openbare informatie- en discussieavond in Theater Millesweert rond het voorgenomen besluit het Merlet College in Mil te sluiten. Alle voor- en nadelen werden bediscussieerd. Jos Kusters is bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs, waar ook het Merlet College onder valt. Hij gaf een toelichting op het voorstel om de scholen te concentreren in Grave, Kuik en Boksmeer, waardoor Metameer in Stevensbeek en het Merlet College in Mil de deuren moeten sluiten. Goedenavond dames en heren, ook namens mij van harte welkom namens de dorpsraad in Mil. Vanavond gaan we dus een informatie- en discussieavond doen, voor de besluiting van het Merlet College. Paul Moors uit Mil is voormalig docent van het Merlet College in Mil en was het absoluut niet eens met het voorgenomen besluit. Hij gaf op zijn eigen bevlogen manier een toelichting op zijn standpunt. Ik ben radicaal tegen opheffing van Merlet. Als ik hier naar de eerste rij kijk, er zitten kinderen, dan moet je toch niet voorstellen dat die straks naar Kijk moeten fietsen, of weet ik, naar Uden moeten fietsen, of naar Boksmeer moeten fietsen. Die moeten hier in Mil blijven. 100 jaar voortgezet onderwijs in Mil. En we gaan het in 2022 beginnen ze met de afbraak daarvan. Ook wethouder Joost Hendricks van de gemeente Land van Kuik was aanwezig en nam deel aan de discussie. Hij begreep de soms emotionele reacties van ouders volledig, maar lichtte toe dat de gemeente weinig kan doen aan het voorgenomen besluit door Ons Middelbaar Onderwijs om het Merlet College in Mil te sluiten. Dan vallen we terug op wat is de rol van de gemeente. Dat heb ik ook in de podcast ook uitgelegd. Want mijn rol is op het moment dat deze boodschap komt, is dat ik toets, is er een zorgvuldig proces doorlopen en welke argumentatie ligt eronder. En hoe pijnlijk ook heb ik geconstateerd dat er een zorgvuldig proces is doorlopen en dat er een stevige argumentatie onder ligt. En dan, of wat ik daar dan van vind of niet, maar dat zijn wel de feiten, dat is wel een gegeven. Te meer ook omdat het voortgezet onderwijs voor het Land van Kuik, het integraal voor het hele Land van Kuik, of die visie heeft opgesteld. Ja. En ja, die geografische spreiding, daar is inderdaad geen beter antwoord op. Dat zijn helaas... Geen beter antwoord op als dat eigenlijk slecht is. Geen beter antwoord dan dat de concentratie aan de oostkant plaatsvindt. Ja. Dat is ook een feit. Ouders maken zich vooral zorgen om het gegeven dat leerlingen met een zogenoemd rugzakje op te grote scholen niet gezien gaan worden en te weinig aandacht zullen krijgen. De rectoren Ietje Heren van het Merlet College en Berita Cornelissen van Metameer probeerden de zorgen bij ouders weg te nemen door aan te geven dat ook op grote scholen kleinschalig gewerkt kan worden. Ik begrijp dat, hè? En ik begrijp ook dat op zo'n open dag dat gevoel heel sterk is van hier. Voel ik me helemaal verdwaald en waar blijf ik als kind, hè? En in dit geval uw kind. Toch is het echt mogelijk om, en noodzakelijk, en dat heeft Ietje net ook betoogd, om kinderen bij elkaar te brengen en binnen die omgeving weer kleinschaligheid te organiseren. Het LCNL doet dat al bijvoorbeeld met een eerste tweede klasgebouw, maar binnen dat eerste tweede klasgebouw zou je, en dat doen we in Stevensbeek op dit moment ook, weer een aparte vleugel kunnen creëren voor leerlingen die nog iets meer ondersteuning nodig hebben of meer rust. Je kunt aparte pauzes organiseren, je kunt zelfs een aparte pauzeplaats, een aparte fietsenstalling organiseren. Wij zijn ons ook heel bewust dat we daar echt een opdracht hebben. En voor jullie ook echt een opdracht meekrijgen. Maar begrijp je de zorg? Het is nou echt wat we niet ambiëren om kinderen stempeltjes te geven. Juist in een brede context, als je naar school gaat waar je alles te bieden hebt, kun je juist die maatwerk bieden. Dus stel, je bent leerling en je komt naar school en je krijgt een advies mee van een basisschool, dan word je eigenlijk al in een hoekje geduwd. Dat is niet wat wij ambiëren. Wij willen juist naar die leerling kijken. Als jij bijvoorbeeld een MAVO-advies hebt, een VMBO-TG, dan heb je een brede scholengemeenschap, heb je de kans om vakken op verschillende niveaus aan te bieden. Tijdens deze goed bezochte discussieavond in Millesweert waren er ook volop vragen, ideeën en alternatieve plannen vanuit het publiek. Klassen bijgemaakt, kinderopvang, wachtlijsten,
De ene wijk naar de andere wordt hier in Mil uit de grond gestampt. Het is ook aan Kuik, het land van Kuik, om dan te kiezen van nou, er moeten misschien wat meer woonwijken in de regio Mil bijgebouwd worden, zodat daar de basisvoorzieningen in ieder geval bestaansrecht hebben, zoals het winkelcentrum, de scholen en dat soort dingen. Ik denk dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En ik denk dat er de wethouder inderdaad ook moet kijken of dat het wel niet alleen maar vanuit het OMO of vanuit het Malet komt, of wat daar allemaal nog meer achter zit. Ik ben hier als toehoorder en in het verleden heb ik in het echt het onderwijs gezeten wat in het laagste niveau zat, het destijds het vormingswerk. En ik mis hier een paar factoren en dat is terecht de industrie zegt van nou wij moeten naar mbo proberen zoveel mogelijk door te stromen. Maar er is ook nog altijd nog een categorie leerlingen die heel erg veel persoonlijke aandacht, structuur en kleinschaligheid een veilige leeromgeving nodig heeft. Nou is mijn vraag, is er ook overwogen om de VMBO-afdelingen van de andere scholen te centreren in de huidige gemeente, dus meer op het platteland, wat dus een kleine school zoals nu Mil is, die omgeving kan waarborgen, want ze zijn al een aantal jaren excellent geweest, en dat je dan van daaruit die leerling klaar stond om de overstap te maken naar een grotere plaats. Buiten het feit dus dat je nu onderwijs creëert aan de rand van de nieuwe gemeente, en je waarschijnlijk ook een leegloop of een leerlingenaantal gaat verliezen wat naar de randgemeentes gaat. Dus ik zou daar heel graag een antwoord op hebben. Wat ik echt vanuit jullie ook hoor, is dat jullie echt zeggen van ja, het gaat om de kinderen. Dan kunnen we van alles aanbieden. Laat ik daar als ouder zijn, en ik denk meer ouders hier in de zaal, echt wel mijn twijfels over hebben. Want niet voor niets kiezen kinderen, en dan kijk ik niet naar het meter meer, kiezen ze voor Mil, voor kleinschalig onderwijs, voor het vertrouwen, voor de veiligheid. Ik zelf ben bewust naar Mil gegaan. Ik zelf ben het resultaat waarom ik naar Mil ben gegaan. Ik werd gepest op mijn oude school. Ik ging naar de massascholen, ging kijken. Voelde ik me niet veilig. Alles behalve. En Mil voelde ik me veilig. En nu wilt u dit weer onze toekomst, onze kinderen weer aandoen. Mag ik vragen waarom? Wat is in hemelsnaam de toegevoegde waarde? U ziet tegenwoordig, alle kleine bedrijven worden klein en kapot gemaakt. Hier in Mil ook. Den Bekker, Verdaasdonk, alles moest groot. Wat groot is, gaat kapot. Lieve mensen, hou het klein. Want klein is net zo sterk en geeft kracht en kwaliteit. Kinderen hebben kwaliteit nodig. Ze hebben die massa nodig. Alles behalve. U zegt letterlijk, er zijn te weinig leerlingen. Spijt me zeer. Als ik hier als ouder zijnde op scholen ga kijken, er is massa. Er is massa. De kinderen kunnen niet in twee klassen verdeeld worden. Er komen extra klassen bij. Dus hoe kan u in hemelsnaam spreken over tekort? En daarnaast vraagt u de ouders ook echt. Vraagt u naar het vertrouwen van wat de ouders daarin hebben. Er is niet voor niks dat er een petitie is gestart hiervoor. Aan het einde van de avond werd de petitie aangeboden door de werkgroep Red het Malet aan Jos Kusters. Hij gaf aan veel waardering te hebben voor het initiatief en de betrokken ouders, maar lichtte tevens toe dat het voorgenomen besluit om het Malet College in Mil te sluiten binnenkort omgezet zal worden in een definitief besluit. Wij bieden deze petitie aan. We hebben 818 ouders, oud-leerlingen getekend. Met allemaal de vraag om het Malet open te houden. Ze hebben allemaal kinderen met een rugzakje, de meeste. Ze worden allemaal gezien. Ze worden allemaal bij de voornaam genoemd. Ze zijn allemaal kenbaar. Ze worden gezien en vooral gezien. En bij deze wil ik hem aanbieden.